Ja, zoals het eruit ziet, Axo heeft meer dan 600 mijl gevaren in 24 uur. Dus dat is een fantastisch iets natuurlijk voor hen. Wij dachten dat we ook een mogelijkheid hadden, maar we hebben 2 uur met 20 knopen wind gehad. En dus zoals het is. Dus Axo, felicitaties bij deze. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de finish. En zelfs de boot die op dit moment laatst ligt, Schellenweg, heeft potentieel een mogelijkheid om deze etappe nog te winnen, want er zal een restart aankomen. Hoe annoying dat ook is, het is we zien het weer. Dus de laatste 2-3 dagen zal spannend worden.